de oplossing is soms juist super makkelijk. Ga terug naar de basis. Doe niet zo moeilijk. Je hebt niet 40 indicatoren nodig om goed te kunnen traden. Hey, welkom bij OpenCash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En vandaag gaan we het hebben over iets wat bijna niemand lukt. Dit is iets wat bijna niemand lukt. En dan heb ik het over doorzettingsvermogen. Dat is echt iets waar heel veel mensen gewoon toch problemen mee blijken te hebben. En dat is toch wel key in het hele trade gebeuren eigenlijk. Ja, je ziet gewoon heel vaak, mensen vragen ons ook gewoon, ja, hoe kan ik nou echt slagen? Hoe kan ik nou echt succesvol worden? En we weten uit onderzoeken, dat is gewoon algemeen bekend, ja. 90% van de traders die speelt kiet of die maakt zelfs verlies, die verdient geen geld. Alleen die 10%, die elite. Als ik één eigenschap zou mogen kiezen, echt één eigenschap van ik zeg, die heb je nodig om succesvol te worden, om succes te bereiken. Dat is dat absolute doorzettingsvermogen. Ja, doorzettingsvermogen, dat houdt gewoon in doorgaan waar anderen stoppen gewoon. Ja. Waar anderen afhaken of denken van, ik ben er klaar mee, ga jij gewoon door. De focus hebben op het doel wat je wil bereiken en zorgen dat je dat doel ook gewoon bereikt. Ja, de wil om succesvol te zijn. Je moet, dat is misschien wel belangrijker. Achter staan. Dat is misschien nog wel belangrijker, de wil om succesvol te zijn. Het willen leren, het willen. En je kan wel zeggen, ik wil veel geld. Ja, dat begrijp ik, dat wil iedereen. Maar wil je er ook echt heel veel tijd in steken? Wil je ook echt zorgen dat je leert begrijpen hoe die grafieken in elkaar zitten? Wil je ook echt leren begrijpen waarom een prijs op een bepaalde manier beweegt? Als je dat wil, als je echt wil leren hoe het zit en echt een bepaald doel in voor ogen hebt, dan moet dat lukken. Ja, want ik denk ook, als je echt tuurlijk, we willen allemaal meer geld. Ja. Maar ik denk dat je echt meer voor jezelf moet bepalen. Ik wil hier succesvol in zijn. Ja. En dat geld, dat komt, als jij succesvol bent, komt dat vanzelf. Ja. Dat is hetzelfde als ik een sport ga beoefenen. In het begin ben ik niet goed. Nee, ben ik daar niet moet je de voor beste. Daar moet ik super hard voor werken. Ik moet er tijd in investeren. Dat gaat echt vanzelf komen. Het komt me niet aangedragen. Het wordt me niet aangedragen. Het komt me niet aanwaaien. Ik moet me ervoor inzetten. Ik moet gaan leren. Ik moet gaan lezen. Ik moet er tijd in investeren. Nou, heel veel mensen vragen zich ook af van, ja, zal ik dan zo'n groep joinen wat ze me vertellen waar ik in moet stappen? Dat is de weg van de minste weerstand. Ja. En dat is niet de weg die je moet bewandelen als je succesvol wil worden. Als je zelf echt succes wil bereiken, moet je er echt voor zorgen dat je zelf tijd en energie hierin steekt. En dat gaat echt niet vanzelf gewoon. Nee, en mensen denken ook heel vaak te moeilijk hiervoor. En mensen denken ook dat ze moeilijk hiervoor moeten denken. Maar ze denken bijvoorbeeld al, dit kan ik niet. De oplossing is soms juist super makkelijk. Ga terug naar de basis. Doe niet zo moeilijk. Je hebt niet 40 indicatoren nodig om goed te kunnen traden. Ik gebruik er misschien hoogstens 1 à 2 en een chart erbij. Meer gebruik ik niet. Ik heb dat niet nodig. Nee, is ook zo. Dus verlies je focus gewoon niet en ga gewoon terug naar de basis. En tegenslagen kennen we allemaal. Ja. Ook succesvolle traders kennen gewoon tegenslagen. Echt niet elke trade gaat goed. En echt niet alles is pure winst. Maar zorg er wel voor dat tegenover één verloren trade gewoon 3 goede trades staan. Ja, is absoluut waar. Als jij met iemand praat en die zegt, ik beloof jou dit, ik heb nog nooit een trade verloren. Dat kan niet. Die mensen die bestaan gewoon niet. Dat kan niet. Maar zorg iedereen inderdaad verliest wel trades. Dat je tegenover één verloren trade gewoon minimaal 3 goede trades hebt staan. Absoluut. Ja, en inderdaad, met de juiste mindset, als jij die knop om kan zetten in je hoofd en ervoor kan zorgen dat je dit wil en er 100% voor kan gaan, als jij je mindset kan zetten op een bepaald doel, ja, dan heb je gewoon al een voordeel ten opzichte van anderen. Als jij alleen al in je hoofd voor elkaar kan krijgen, daar wil ik naartoe en dat ga ik voor elkaar krijgen, dan heb je al een stap voor ten opzichte van alle anderen die dit aan het doen zijn. Ik denk gewoon, als je dat inderdaad doet zoals jij het zegt, dan ben je al over de helft. Dan ben je over dan komt de rest echt vanzelf. Als jij gewoon bereid bent tijd te investeren, sommige dingen te laten, omdat je gewoon je hierop moet focussen. Ja. Laat je niet tegenhouden door een keer een tegenslag. Zorg dat je gewoon echt leert, leest, begrijpt waarom je bepaalde handelingen doet. Nogmaals, een bepaald doel voor ogen hebt, wat je wil bereiken, een focus. En ga gewoon door waar de rest het beeldje erbij neergooit. Ik denk dat je dan een heel eind komt.
Ik weet het bijna zeker. Hierbij sluiten we deze video af. Doorzettingsvermogen is heel belangrijk. En doorzettingsvermogen gaat je echt verder brengen. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja, weet je wat het is? Het klinkt misschien een beetje... Ik ben helemaal niet zo, voor de mensen die mij kennen. Een beetje zweverig of een beetje motiverend. Wij hebben zitten denken tijdens het content maken. Wat is nu echt belangrijk? Ja. Daar wilden we een video over maken. Wat is nu echt belangrijk in het, nou, niet alleen in crypto, maar in het traden in het algemeen? Wat is echt key wat je moet hebben hier? Ja. En je zal Ik denk dat doorzettingsvermogen je is. Zal echt merken, als je dit gaat toepassen en je gaat dit doen, dan komt het naar jezelf toe. Dan hoef je er nog eens actief naar te zoeken. Dan komt het allemaal naar je... En al ben je met een proefaccount bezig in het begin en maak je 10, 20, 30 fouten. Dat wordt op een gegeven moment minder, want je gaat zien, als je ook niet als je zo blindelings gaat, je moet wel willen leren, willen lezen. Dan ga je op een gegeven moment zien waarom je die fouten maakt. Dan ga je dat aanpassen, dan ga je tweaken hoe je dat aan het doen bent. En uiteindelijk gaat dat beter. 100%. Doorzettingsvermogen. Ik denk echt dat dat een van de belangrijkste dingen is in crypto. En inderdaad, die bijna niemand lukt. Ja. Vond je dit weer een leuke video? Abonneer je sowieso op ons kanaal. Kost je helemaal niks. Vinden wij wel heel leuk. Wil je dan ook notificaties krijgen over onze filmpjes? Dan moet je even op belletje drukken. We hebben een Discord kanaal. Waar we gezellig over crypto praten. Of over andere dagelijkse bezigheden. Alle links staan onderaan het filmpje. Ook naar onze livestream die we elke dag of elke zaterdag om 11 uur 's morgens hebben. Blockchain Denim staat ook onderaan het filmpje. Die maakt voor ons de kleding. Wil je een crypto gerelateerd shirt hebben? Alles kan je bij de jongens bestellen. En gebruik dan de code DC10 voor 10% korting. Ik heb nog een klein aanvullingje. Seminar. Aankomende zaterdag is eentje. Ja. Er is nog één of twee plekjes zijn er beschikbaar. Dus mochten er mensen geïnteresseerd zijn. Je kan je nog tot en met de woensdag ongeveer aanmelden. Dus als je erbij wil zijn, dan moet je echt snel zijn. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Later.